Hallo lieve mensen, vandaag gaan we op goudzoekerspad. We gaan op zoek naar goud. We hebben namelijk vernomen dat van alles wat je tegenwoordig kan vinden, dat er wel goud in zit. We zijn natuurlijk allemaal geïnspireerd door de Discovery Channel en Gold Rush. Wat wij hier hebben is een mooi gepimpt station. Die onze vriend Harold, gaat in beeld komen, Harold. But if you close your eyes. Hij heeft deze kapot gemaakt. Daar kan hij ook niks aan doen. Heb hij geen gedaan om te gebruiken, is hij vanzelf stuk gegaan. Er is geen hamer aan te pas gekomen. Nou, lieve mensen, wat we gaan doen, is het omhulsel gaan we eraf. Wat doe je dan? Kijk, je zou denken, is dit ook goud? Nee, het is gewoon verguld. Het is gewoon nep, het is gewoon koper. Ik weet niet wat het is, maar het is in ieder geval geen goud. Oeps, oké, nou het laatste schroefje gaat ook los. Zo. Kijk eens, lieve mensen. Dat doet toch even het gevoel. Nou, ik heb ontzettend veel gevoelens. Ik kan daar nooit zo goed mee omgaan. En ik ga hem openbreken. Kijk eens, lieve mensen. Kijk. Nou, zoals jullie kunnen zien, is dit hier dot. En dot, dat is goud. Dat is gewoon erg leuk allemaal. Als je kijkt naar deze kant, hier zou ook al wat goud op moeten zitten, maar misschien helaas helemaal niks zitten. Dus daar kunnen we helemaal niks meer mee. Misschien dat hier nog wat zit. Nee, ook niet. Wat we doen is, we halen eerst heel vakkundig de voorkant eraf. Zo. Dat kunt u thuis heel makkelijk nadoen. Dan hebben we hier natuurlijk een clipje waar niemand van weet waarvoor het dient. We gaan de printplaat eraf halen. Oh, eens kijken. Hier zit allemaal nog meer goud. Kijk het zien. Allemaal goud. Wat we doen, we pakken heel vaak kunnen. Ik verlies wat. En dan trekken we dan zo dit hier eraf. Ik weet niet of het wat dient, maar het is overbodig. Nou, zoals je kan zien, hebben we eigenlijk alleen deze kant nodig. Dus dan kunnen we ook zo even in het midden breken. En dan leggen we dit even apart. Huh? Nou, hier hebben we ook nog een leuk praatje. Maar je zou denken dat hier ook wel puntjes op zitten. Maar ik zie helemaal niks zitten. Jammer voor dit puntje. Zo. Onderkant misschien? Nee. Deze onderkant? Nee. Is dat helemaal niks op? Nou, deze printplaats zit gewoon helemaal niks op. Kijk mensen, hier zit gewoon helemaal niks op. Ik ken helemaal niks mee, ik weet het niet. Zo, de kant leggen. En dan hebben we hier nog een heel klein printplaatje. Wat doe je nou? Allemaal vakkundig. Ja, nou, ik heb natuurlijk 4 jaar ben ik een opleiding geweest in Zwitserland. Bij een horlogemakerij. Dan leer je gewoon met het hele fijne werk. Weet je wel, met al die fijne raden. Dus leer je gewoon heel voorzichtig werken. Dus dat is gewoon heel vakkundig. En met gevoel precies het kraken halen. Oké. Okay. Ja. Natuurlijk wel 4 jaar studeren moet je met de studeren. Maar uiteindelijk is het resultaat er dan ook na. Zo. Kijk, dat moet je natuurlijk wel met gevoel doen, want anders gaat dat natuurlijk helemaal niet goed. Zo. Nou, Harold, heb ik dat vakkundig gedaan of niet? Nou, ik zit er even naar te kijken, Harold. Maar je zit ook niks gegaan. Wil je hem pakken? Of ik hem even wil pakken? Wanna? Ik zit gewoon in mijn mouw. Zit het in je mouw? Ik zit gewoon de tafel te filmen. Oh. Hey.
Ja, maar dat is nou vakmanschap, Harold. Kijk, je moet het dan natuurlijk wel... Ik zat me op te rijden. Ja? Ga even rijden. Om mij over. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik geloof natuurlijk nooit dat jou dat lukt. Je hebt natuurlijk geen 4 jaar opleiding gehad bij de Zwitserse horlogefabriek. Ja, dus dan wordt het toch wel heel lastig. Waarom? Nou, heb je breedbeeld. Oh, breedbeeld. Nu moet je een goed zien. Om mooi breedbeeld. Jij ja, hebt gewerkt, ik niet, maar... Ik denk dat jij beter ander gereedschap kan gebruiken, Harald. Ik denk dat jij terug moet naar je vertrouwde instrumenten. Nou, ik denk dat jij sowieso deze... Ik denk dat jij sowieso deze nodig bent. Kijk, ja, op de grond. Oh, eens kijken. Oh, hij is nog helemaal heel ook. Hij is nog helemaal heel. Nou, dat is schitterend. Dat noem je nou. Wat, man. Oh, ik ga gewoon even hier filmen hoor, als je zo begint. Zo. Nou, ah, oké. Okay. Ah, we zien een labeltje. Ja. Wat staat erop? Oh, je bent geweldig. Dat wist ik ook al. Dus ik kan er wel aan. Nee, dus. Ik denk dat je die beter met de hamer eraf kan halen. Goed. Ik doe het graag. En nu ook. Ja, echt leuk. Want? Kan maar één ding betekenen. Dat ding. Ah ja. Dat moet kapot. Nou wacht, voordat je gaat hameren, Harold. Voordat je gaat hameren. Voordat ik even ga doen, moet ik even wat laten zien. Nou, wat wil je laten zien? Kom in. Kijk. Als je het niet even opgaat. Een sky. Bro. Dit is alles werk voor professional. Dus. Ja, ja, even die gewoon. Nou mensen, wat Harold eigenlijk probeert te zeggen, is dat dit soort dingen moet je dus niet thuis proberen. Moet je alleen maar doen en laten uitvoeren door professionals zoals Harold en ik. Ja. Oh, oh, oh! Nou, ik ben toch blij dat we plastic bekers hebben gehaald. Oh, 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 jongen! Die schiet hier om horen, jongen! Ja, nou dat zie je in één keer. Het is geen vakmanschap. Wij gaan nu even kijken wat we eigenlijk hebben. Want we moeten niet alles in één keer doen. Nee. Voor het winst zijn. Oké. Oh, wat ligt hier zo? Want de volume. We komen wel een nieuw ding. Oh, hier zit nog wel goud op hoor. Om geld van te worden. Maar Harold, als ik het goed begrijp, dan is het dus zo dat nu we dit ding zo vakkundig uit elkaar hebben gehaald, dat je eigenlijk alles gewoon weer in elkaar kan zetten en dat hij het dan gewoon weer doet. Oké. Eén ding wat ik niet begrijp. Ja? Hij rijdt niet. Hij kan niet rijden. Maar we hebben 1, 2, 3, 4 wielen. Ja. Dus het zou moeten zijn om een beetje vakkundig te werken.
Dan wil je een mooi autootje van kunnen maken. Oké. Voordat we verder gaan. Amris, alias Oompa Loompa. Johan en ik hebben deze video voor jou gemaakt, dat je het even weet. Is dat de daad, zodat als je die doorknipt dat de bom afgaat? Ja. Oké. Dus dat gaan we niet doen. Oké. Want ik wil gewoon, ja, wel even doen. Eventjes. Ja, even. Oké. Dat wordt deze gehouden door een lattenbeeldje. Ga je die vakkundig verwijderen? Moet dat niet gek worden. Allemaal beeldje. Ja. Oké. Wat gaan we doen? Nou, ik heb geen idee, Harald. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Vertel het ons! Vertel het ons! Helemaal niks. Helemaal niks. Nou, dat is even een anticlimax. Dat ging me net goed, jongen. Volgens mij heb je alles geraakt, behalve dat wieltje. Sommige dingen zijn ook met de hamer niet op te lossen. Oh, je hebt een nieuwe rammelaar. Ja! Overwinning! I am the king. Laat maar even inzoomen. Dit is Elmo. Een bom. En dan is die heel hard op een grond gooien. Ja? Dan ga je die uit. Oké, dan laten we dat maar niet doen dan. Er zit ook een grapje op. Ja? Als je een ziet, die kun je draaien. En dan activeer je de tempel. Laat maar even zien. Dus hier moet je dan niet op drukken. Nou, gaan we dat niet doen. Oh, zo. Zo. Hartstikke goed. Ik ben nu aan het werk. Aan het werk. Maar, zoals je kunt zien, hij legt de voeten op en er gebeurt niet. Hoe kan dat? Nou, waarschijnlijk gaat er nu ergens in Afghanistan een bom af, klopt dat? En, er is een... er zit een kastje dat in de daar klopt. Oh, er zit zo'n goede kinderbeperking op. Nou, jij hem zelf niet. Dan zijn ook mij nou eigenlijk indirect een kind. Ja, hoezo nou? Ik zit erbij, hè? Nou, laat eens zien hoe het nou uitziet. Nou, dat ziet er allemaal zeer professioneel uit, maar volgens mij heb je dat ding er nog steeds niet af. En volgens mij is het daarom begonnen. Okay.
ik zie het niet. Waarom zou je handen gebruiken? Moet je kijken, je doet het gewoon zo. Je pakt hem. Hartstikke day. Hartstikke day. Waarom zou je een fucking handen gebruiken? Omdat het leuk is, omdat het leuk is. Oh, oké, dan ga ik wel even door. Ik wil ook gebruiken aan Boxwell. Boxwell? Kijk, als dit eruit is, dit is een mooie Boxwell. Moet je kijken hoe het eruit ziet. Schitterend. Het is toch geweldig. Schitterend. Daar hebben de mensen over nagedacht. Allemaal recycling, dat is toch wat het is, hè, tegenwoordig. Probeer? Nee, dank je. Ik durf te willen dat een goed aankomt. Oké. Die potbeugel, ja, waar moet je? Hallo Harold. Hoi. Hoe is het? Ja, wel goed. Ik zie dat jij daar een interessant voorwerp in je handen hebt. Ja, we waren in beetje met een of andere. Een CD is te zoom geloven, maar er staat een DVD op. Nou, hij wil in ieder geval nog open. Hij wil open. Goed, we hebben hier dus alle onderdelen liggen, want als ik het goed begrijp, gaan we vandaag gaan we hem weer in elkaar zetten. Nee. Nee? Dit doen we de volgende keer. Oké. Wat we gaan doen is een botbeugel. Ja. Nou, weet je wel? Nee, al die agressie. Ze krijgen van. Dus dat moet je een beetje opletten. Jullie, ik ben ervoor bestemd. Dus, maar. Echt een professional, zoals je ook op papier staat. Hé, bro. Moet ik wel zo, want anders zit het op de kop. Bro. Ik bedoel, dat moet goed gaan. Wat wil je gaan doen? Ik hou niet van dat hele gekrijzen. En ik zie dat dat zwart je ook bij je hoort. Dus dan ga ik goed zwart. Oké, dan neem ik even. Dan neem ik even afstand. Wacht. Dat zijn goede voorbereiding. Ik wil gewoon beginnen. Wat zit hier op mij? Nou, ik denk dat ik een buurman dat hij wel een beetje komt. Sluk nou gewoon mis, jongen! Hij begint al los te komen. Oh, kijk, dat gaat hartstikke goed. Nou, er worden meters gemaakt hoor. Met je conditie blijven. Ja. Oh.
Oh, wat mooi. Nou heb je twee aparte dingen waar je niks meer aan hebt. En zo ga ik in de crisis voor één meer gewoon twee. Ja, recyclen. Zo doen we dat ook wel, ja. Nou, lieve mensen, dit was weer een nieuwe aflevering van de Halve de Maat Show. Toedel. Voor jullie. Ik hoop. Hé. En tot de volgende keer. Hallo. Muscle.